1, 2, 3. Hup. En mee, we zijn zo blij dat ik jij hem laat vaccineren. Dat Veilig Haven voor u een muntje heeft om u te bedanken voor een uitmuntend en coronavrij 2021. Alsjeblieft. Ja, bedankt. Ik ga 100 jaar worden. Je gaat zeker 100 jaar worden. Dat is zo'n goede spuit, hè? En vandaag is het inderdaad zover. Aimé wordt door zijn familie feestelijk in de bloemetjes gezet voor zijn 100ste verjaardag. Of dat spuitje van 2 jaar geleden er iets mee te maken heeft, kan hij niet zeggen. Maar Aimé heeft zo zijn geheimen voor een lang leven. S'nachts goed slapen. Dat is het eerste woord. Een vrouwmeisje die een beetje gerust loopt soms. En hij moet weten dat wij zijn niet van hout. Hoor. En 100 jaar wordt, hoor, bij de pijzen, dat is die vader doen. Toch is het vooral door veel te lachen en onder de mensen te komen dat hij mee jong blijft. Ik ga altijd gern op café geweest. Ja. Een potje bier. Ja. En ook aan heren bij de meisjes in, gewoon kort naar de cafés. En ik had altijd geen gevraagd met de meisjes. De afgelopen jaren zorgt hij voor sfeer in het woonzorgcentrum. Ook na het overlijden van zijn vrouw in 2019 is hij altijd positief gebleven. Voor zijn familie is Aimé's verjaardag een echte mijlpaal en een kans om mooie herinneringen op te halen. Hij heeft 4 kinderen, hij heeft 8 kleinkinderen en dan nog een keer 12 achterkleinkinderen. Dus hij heeft al een grote familie eigenlijk. Hij was vroeger boer, hij had koeien, een veebedrijf. Samen met mijn grootmoeder, die wel ondertussen overleden is, een paar jaar geleden. Maar zij vormden samen echt wel een hecht team. Veel werken op de boerderij, in de tuin. De kleinkinderen eigenlijk ook op bezoek. En soms, wij overnachten daar soms en speelden echt wel met hen en zo. Dus dat was wel leuk. Een 100-jarige in de familie, dat kom je niet veel tegen natuurlijk. Hè. Dus wij keken er echt wel naar uit. Dat Aimé heel graag gezien wordt door zijn familie is wel duidelijk. Ze hopen nog vele jaren van zijn verhalen en mopjes te kunnen genieten. Vanmorgen zei je dat je graag 200 zou willen worden. Het record breken heb je 200? Gezegd. Ja. Ja, ook. Maar in 2 keer.